Hallo, ik ben Anouk en als het een beetje meezit, heb ik over een paar maandjes mijn trekkerijbewijs in de pocket, zodat ik nu, maar ook in de toekomst, mijn vader een handje mee kan helpen op de boerderij. Maar steeds vaker en steeds ernstiger begin ik me af te vragen voor welke toekomst ik dat papiertje wil halen. Want hallo, ik ben Anouk en ik ben een boerendochter, maar ook bezorgde burger en tevens aspirerend politica. En ook ik heb gemerkt dat het zo nou iemand niet verder kan. Ja, de tijd waarin mijn grootste zorg was wat de naam van het nieuwe wel niet moest worden, die is voorbij. Want als we een kijkje nemen naar het klimaatvraagstuk, is er nou eenmaal een grens? En moet het nou eenmaal een beetje minder? Maar laten we kijken naar de media over de afgelopen jaren en met name maanden. Zwart-wit zou toch de kleur van een koe moeten zijn en niet het beeld dat er momenteel van de landbouw wordt geschept? De agrarische sector wordt telkens gezien als een groot probleem. Terwijl ik er juist van overtuigd ben dat het een grote oplossing kan bieden. Ik zie hoe mijn vader en moeder, oom en tante en buren zich zeven dagen per week inzetten voor hun land en alles wat erop gebeurt. Toch worden ze afgebeeld als het probleem. En dat? Ja, dat doet zeer. Een aantal maanden geleden was ik hier voor het provinciehuis samen met mijn vader en duizenden andere boeren om te protesteren tegen het zikstofbeleid. Men kent het spreekwoord wel. Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Maar wat ik daar zag was waar een politicus zich niet over inleest, dat weet hij niet. Ja, de politici die schotelden de boeren klinkklare onzin voor. Terwijl die mensen wel cruciale beslissingen moeten maken. Dus luister alsjeblieft. Laat die politieke trucendoos nu eens achterwegen. En ga samen met de boeren in overleg over wat de beste oplossing zou kunnen zijn. Zodat dus die vervolgens hun gezond boerenverstand wel gebruiken. Laten we ons realiseren dat we voor een groene toekomst niet zonder de boer kunnen. Op land waar niks anders dan gras kan groeien, produceren koeien ontzettend gezonde eiwitten. Er is een reden waarom wij Nederlanders zo lang zijn en zo lang mogen leven. Wij krijgen veel zuivel binnen. Op het land van de boer kan stikstof worden vastgelegd, kan CO2 worden opgenomen, kan de biodiversiteit toenemen en er kan zelfs groene energie worden geproduceerd. Dus laten we de boer niet alleen zien als de producent van ons eten, maar ook als de broodnodige oplossing voor andere problemen waar we bij het klimaatvraagstuk tegen aanlopen. En ik hoop dat het een oplossing biedt. Dit hoop ik als boerendochter. Als bezorgde burger, als aspirerend politica, maar vooral, ja vooral, als Anouk.